Zakelijk vloggen. Hoe doe je dat? Ben jij al een aantal jaar ondernemer en heb je het gevoel dat je je bekendheid wel mag vergroten, zodat je meer mensen gaat bereiken en zodat je meer mensen kan gaan helpen? Dan is zakelijk vloggen misschien wel interessant voor jou. Maar om daarachter te komen of dat zo is, geef ik je in deze video 6 tips, zodat je kunt onderzoeken of zakelijk vloggen ook iets voor jou is. Laura Elsman hier van Fabulous Business TV, het online platform voor ondernemende vrouwen die met behulp van video hun business willen laten groeien. Elke woensdag om 5 uur deel ik tips over video op mijn YouTube kanaal, dus mocht je dit interessant vinden, tune elke woensdag in op mijn kanaal. En vergeet ook gelijk niet om te abonneren en klik even op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Zakelijk vloggen, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Kijk, vloggen betekent eigenlijk een verslagje doen van wat je aan het doen bent. Maar zakelijk gezien, wie is er echt geïnteresseerd in wat je op je boterham eet? Dus laten we snel gaan kijken naar de tips om erachter te komen hoe jij vloggen kunt inzetten voor je onderneming. Tip 1. Richt je op je ideale kijker. Voor wie wil je je zakelijke vlogs eigenlijk maken? Voor de hele wereld of voor die doelgroep die jij heel goed kunt gaan helpen? Je raadt het al, je bent trainer, coach of expert in je vakgebied en je hebt al een keer je doelklant bepaald. Dus pak dat er nog eens bij, scherp het eventueel wat aan en zorg ervoor dat je gefocust bent om die mensen te bereiken die jij zo goed kunt helpen. Tip 2. Doe een behoefteanalyse. Jij als expert in je vakgebied, je hebt enorm veel waarde in je. Je hebt heel veel kennis waarmee je klanten normaal gesproken helpt. Klopt dat? Oké. Vaak hoor je in marketing, dus ook in videomarketing, dat je met waardevolle tips moet komen. Alleen het verschil tussen klanten die je echt helpt met die waarde en kijkers van jouw vlogs, is dat het nog maar de vraag is of die kijkers al zitten te wachten op die waardevolle informatie. Dus mijn tip is, doe eens een behoefteanalyse onder je volgers. Stel gewoon eens de vraag, wat voor onderwerpen zouden jullie interessant vinden? Tip 3, maak een lijstje. Heb je een analyse gedaan naar welke onderwerpen mensen interessant kunnen vinden? Zet die dan eens onder elkaar op papier en kijk er eens naar. En ga dan bij jezelf na welke van die onderwerpen sluiten eigenlijk naadloos aan op jouw aanbod. Dus op jouw programma, je training of je traject. Want als jij met je zakelijke vlogs mensen echt kunt triggeren met die onderwerpen en ze gaan ook reageren, dan zouden dit potentiële klanten kunnen zijn. Dus zorg er altijd voor dat je een lijstje met relevante onderwerpen hebt voor je zakelijke vlogs. Tip 4 alweer, we zijn lekker op dreef. Ja, heel veel mensen denken dan van ja, ik ga vloggen, ik heb een lijstje met relevante onderwerpen. Superleuk. Alleen dat doen, hè? Ja. Herken je dat? Wat mij en mijn klanten heel erg helpt, is om voordat je een video maakt, jezelf voor te bereiden met een goed tekstje op papier. Dus voor de een is dat een paar bullet points en voor de ander is dat een heel uitgeschreven script. Dus wat ik doe bij mijn klanten in mijn Video Academy, zij leren hoe ze hun video's goed inhoudelijk kunnen voorbereiden en teksten kunnen schrijven, zodat ze makkelijker video's op gaan nemen. En als jij er nog niet aan toe bent, oké, dan begrijp ik dat. Maar zet in ieder geval een paar bullet points, een paar keywords voor jezelf op papier, zodat je weet ja, waar je video over gaat en zodat je niet te veel gaat uitweiden. Tip 5. Kies bewust voor jezelf. Dus je bent echt helemaal excited, je hebt een leuk onderwerp gevonden voor je video en je hebt een paar bullet points op papier gezet en nu is het moment om ervoor te gaan. En dit is echt een cruciaal moment waarin ja, zo iemand als excuustruus die dan op de achtergrond staat te blaten van moeten we niet eerst eventjes afwassen of stofzuigen of heel uitgebreid je haar staan feunen? Nee, stop! Het is het cruciale moment om bewust te kiezen voor jezelf. Ga ik dit nu echt doen? Ja of nee? Als jij kiest voor ja, dan mag je dus ook even een momentje voor jezelf pakken voor zelfcare.
Dus zorg ervoor dat je er lekker bij zit voor jouw gevoel. Dat je in de flow zit. Dat je zelf de ruimte geeft. En dat je zelf rust ervaart. De ene is dan gebaat bij een klein beetje meditatie of wat zachte muziek voordat je gaat starten met opnemen. De ander vindt het fijn om nog even er zelf even lekker te verzorgen. En de ander vindt het fijn om even heel kort nog heel even een frisse neus te halen. Maar daarna ga ervoor. Weet je, stop met jezelf continu tegenhouden en continu tegen jezelf zeggen, ja, ik ga nog video's maken. En dan komt het er niet van. Dus stop met jezelf saboteren en ga ervoor. Tip 6. Zorg voor een vast patroon. Zakelijk vloggen betekent niet één video maken, maar terugkerend video's maken. Dus ik maak bijvoorbeeld elke week een nieuwe video, maar er zijn ook mensen die op één dag meerdere video's maken of bijvoorbeeld één video per maand maken en die dan delen. Het gaat er dus om dat je een vast ritme en een vast patroon gaat krijgen. Dus als je weet dat je meerdere video's vaker gaat opnemen, zorg ervoor dat je in een ritme komt. Dus hou het wel simpel. Dus zorg ervoor dat je die lijst met onderwerpen hebt, dat je weet hoe je je video's inhoudelijk kunt voorbereiden. Zorg voor een lekkere werkplek om je video's op te nemen. Zorg voor de juiste apparatuur. En wat belangrijk is, dat jij dus in die flow komt. Wij mensen zijn eigenlijk gewoontedieren. Dus vraag je eens af wat er zou kunnen gebeuren als je nu je agenda pakt en daarin zet dat je wekelijks of maandelijks ruimte inplant om zakelijke vlogs te maken. Hoeveel potentiële klanten zou je daarmee kunnen bereiken? En zijn er op dit moment mensen die zonder jouw hulp rondlopen? Ik bedoel maar, welke kansen laat je op dit moment liggen? Tot zover mijn tips voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe even een duimpje omhoog als het zo is. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je de volgende video ook van mij ontvangt. Als jij een vraag hebt over video, zet hem even hieronder. Ik vind het leuk om van je te horen. En mocht je meer tips willen voor video voor je onderneming, kijk even hieronder naar het linkje naar mijn website, want daar vind je nog veel meer leuks. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer!